Hey, daar ben ik weer. 3 jaar geleden heb ik ook een vlog opgenomen over de werkzaamheden bij UWV. Vandaag ga ik laten zien wat er allemaal veranderd is. Komen jullie mee? In 2018 ben ik gespecialiseerd als verzekeringsarts. Daarna ben ik met 1 dag in de week als beleidsadviseur op het hoofdkantoor gaan werken. Het afgelopen jaar ben ik adviseur verzekeringsarts geworden. 1 dagdeel in de week draai ik nog spreekuren. Dat vind ik namelijk superbelangrijk en echt leuk om te doen. Als beleidsadviseur op het hoofdkantoor denk ik mee over de visie en de toekomst van ons vak. We moeten nu flink investeren in de maatschappelijke gezondheid. Je ziet dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. We kunnen als verzekeringsarts mensen die iets achteraan staan in onze maatschappij helpen een plekje te vinden waar ze tot bloei kunnen komen. Dat vind ik erg interessant om mee bezig te zijn. Met mijn collega verzekeringsartsen bespreek ik hoe we onze zorg zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten. Hoe kunnen we die klant nou zo goed mogelijk helpen? Door deze overleggen proberen we het vak echt een boost te geven. Nu heb ik een overleg met een filosoof en een bedrijfsarts over een boek dat ik aan het schrijven ben. Dat ga ik mooi even doen tijdens mijn dagelijkse wandeling. De afgelopen 2 jaar ben ik bezig geweest met het schrijven van een boek over de ethische kant van het vak. Als arts bij UWV ben je veel bezig met de dilemma's tussen de individuele klant die tegen je over zit en de belangen van de maatschappij aan de andere kant. Met dit boek probeer ik mijn collega's handvatten te bieden om daarmee om te gaan. De afgelopen 3 jaar heb ik superveel kansen en mogelijkheden gekregen van het UWV. Daar word ik gelukkig van. En ik ben nog lang niet klaar. Dat was hem weer. Tot over 3 jaar.